Ja, er was een café en er was daarnaast een paardenstal. En met die, als ze die mossels kwamen lossen, dan werden die paarden daar gestald. Bijvoorbeeld, als bijvoorbeeld die mensen die die mossels kwamen halen uit België, dan moesten ze, ik weet niet hoe vroeg, komen. En dan dikke s'avonds, want s'nachts werden die mossels gelost. Hè? Dat was dikke zo. En dan werden die paarden gestald en dan, die lui die sliepen zeker in die wagen, weet ik niet, dat weet ik niet, of ze sliepen daar in die herberg. Maar dan liep die stal onder, dan werd er met mannenmacht gewerkt. Dat water stond ik zo boven in die dijk, weet je zo, dat er haast overheen kwam. Nou, dat hebben ze zeker, dat kan ik me niet meer herinneren, want daar kon je natuurlijk niet bij komen, want het stond allemaal onder water. Van een salaris. En ja, van die grote... van die grote lieslazen zoals die schippers droegen. Maar waarvoor waren die ervan gemaakt? Het is toch niet van rubber, want dat had je... Ja, leer. Ja, dat waren leren lazen. En waterdicht. Die waren zo gelooid dat het... Want die schippers stonden ze ook in het water. Die mossels te lossen met van die grote lieslazen tot hier. In de mossels? En in de haven. Die haven, soms was het heel hoog water, maar soms was het ook wel eens laag water, hè? Ja, goed herinneren, die haven. Dat was leuk, dat vertelde ik laatst nog tegen oom Louis. Ik zeg, dat was zo'n levendig dorpje, hè? Dat was altijd een getij, hè? Dat kan ik ook nog wel herinneren. Dat was denk ik midden in de nacht en die vrouwen, die moesten dan die mossels gelossen. Dat werd er overal getikt tegen die ramen, hè? Dat was toch zo'n man. Die mensen waarschuwden. Mossels lossen, riepen ze dan. En dat was denk ik maar een uur of anderhalf uur zo. Werden die mossels gelost. Want ze moesten rekening houden met de tij. En dan stond er, werden die mossels in hun mand geschept. En dan stond die man dan in dat water. Schoon. Hup, die trappen op. En dan waren er... En als dat heel laag was, dan moest je met drieën, moest je dat weerskanten twee, zo die mand heel hoog gooien. Hè? Als het hoogwater was dat niet nodig, had je maar een paar mensen nodig. Ik heb het nog even zo gedaan. Wat waren het allemaal voor geluiden die je dan hoorde? Nou ja, het was deilig. Die mossels werden dan opgeladen, weet je wel. Die moesten die vrouwen doen, vier vrouwen aan een punt. En dan de vijfde moest stutten. Hè? En dan heet je... En daar stond al een man op die wagen. En dan die zakken hem maar aan. Zeg maar, dat was zwaar. Dat was zwaar werk. Ja, dat was een leuk bedrijf. Want, en er waren altijd veel... Er kwamen veel vreemdelingen. Die kwamen mossels eten. En die kwamen daarna kijken. Het was ook aardig. Zongen ze geen liedjes bij het werk? Nee, zij deden veel zaken met België. En dan kwamen die lui met zo'n grote karren. En het werd ook naar het station vervoerd. Hè. Die zakken, die mossels werden in die zakken gedaan. En dan ging er een hele wagen het station, die ging naar Gent, Antwerpen, Brussel. De meeste zaken deze in België. Want, en in Nederland werden, hier in Holland werden haast geen mossel gegeten. Heel weinig. Ja. Dus hadden ze geen afzet. Je vertelde dat de prijzen in Filipijnen zelfs in francs genoteerd werden. Ja. Hè? Niet in guldens. Nee, bij ons was allemaal Belgisch geld. Dat is heel merkwaardig. Ja, wij waren helemaal op België georiënteerd. Nou ja,
om nog eens op die mosselvangst terug te komen. Ik herinner me dat je wel eens verteld hebt hoe dat lossen van zo'n mosselschip ging. Jij, als het dan wat laag water werd... Ja, dan moest je heel diep staan, want dat waren trappen in die haven. Daar waren allemaal trappen. Hè. De haven viel droog bij eb. En dan was er gast geen water en dan moesten ze heel laag staan. En die lui die hadden van die grote laarzen aan en dan konden ze gewoon op de grond staan. Hè. Maar anders moesten ze op een trap staan spoelen op de zoveelste tree, als het water was. Dus dan hadden ze niet zoveel mensen nodig. Maar als het water laag was, dan hadden ze meer mensen nodig om die manden, die moest je dan met je tweeën zo naar boven... zo'n paar treden. En daar stonden er weer een paar andere vrouwen die dat verder deden. Waren dat mannen of vrouwen die dat lossen deden? Nee, dat waren allemaal vrouwen. Het waren vrouwen mannen. Die dat werk deden, dat lossen? Mannen deden dat niet. Nee. Die vrouwen die moesten ook, er werden ze in die zakken gedaan. En dan er was altijd een vrouw die speciaal die zakken dicht maakte, weet je. Er waren zo twee van die punten aan, waar ze vast kon pakken. En dan moesten die vrouwen toch met z'n vieren, en dan was er één... Vrouwen die stutten dan. Hè. Het was hoge wagens. Hè. Dus dat was toch zwaar werken. Waren die vrouwen huisvrouwen? Ja, dat waren allemaal vrouwen van schippers. En knechts? Die mannen, er waren haast geen mannen. Filipijnen leefden van de mosselvangst? Ja. Of waren er ook andere bronnen van inkomsten? Landbouw? Nee, nou ja, er waren maar boeren. Maar die landbouw had met het dorp niks te maken. Filipijnen was een vissersplaats? Ja. Er werd ook, de mossels werden daar ook verkocht. Was er ook een veiling? Nee. Of afslag? Nee, die werden gewoon in zakken geladen en op die wagens gegooid. En daar kwamen dan van die mannen met zo'n kar, weet je wel, zo, zeg maar zeggen, net zo'n halve tonnen waren. En die waren in drieën gesplitst. Hè. En die werden dan volgeladen. Dat waren lui die langs de straat gingen, denk ik. Dat waren Belgen. Die venten het uit? Ja. Maar verder was geen veiling of zo, dat was allemaal, ja, hoe dat allemaal precies ging, weet ik niet, maar die bazen, die zorgden ervoor dat het allemaal verkocht werd aan grossiers, inkopers, Belgen, hoofdzakelijk. En er waren natuurlijk die restaurants die het ontzettend druk hadden, die ook een veemossels koopten en omzetten. Waren die restaurants in Filipijnen? Er waren er altijd twee. Nou, die ene is wel beroemd, die is schatrijk geworden. Bestaat dat nog? Nou, ik hoor dat nou nogal eens. Die Belgen die staan in de rij zondags. Om mossels te eten daar, want die zijn daar zo lekker gekookt. Ja. En dan is er dan zo'n bakker, die bakt dan vers brood. Want dat is van die ronde tarwebrood, die vinden ze zo lekker. En dus die maken ook goede zaken. En dat was toen ook al zo? Ja, er waren een hoop vrouwen die mossels moesten geknipt worden. Hè. Schoongemaakt worden. Ook voor inmaak. Die potjes, ja, die zetten ze ook wel af. Ingemaakte mossels. En paling wel.